Het is vandaag zondag 10 juli en we zijn aangekomen in Boskoop. We zijn met de auto. Marcel moest gisteren de hele dag werken, dus had weinig zin om met de camper van het weekend weg te gaan. Volgend weekend gaan we gelukkig weer. Maar we zijn in Boskoop omdat we met het hemelvaartweekend hier ons rondje hebben moeten, nou niet moeten inkorten, maar we zijn toen gestopt met het rondje en op zaterdag al naar huis gegaan omdat Datjes zo vreselijk aan de diarree was. En we wilden graag het schopje toch afmaken. Dus dat doen we vandaag. We gaan vandaag de andere helft van het rondje fietsen en de geocaches zoeken en het schopje afmaken. En als het helemaal klaar is, dan laat ik jullie het schopje weer zien. En we nemen jullie weer gezellig mee. We zijn weer aangekomen bij de hefbrug. De vorige keer dat we hier waren, hebben we aan deze kant van de brug alle geocaches gezocht. En we gaan nu naar de overkant. Dat is ook de kant waar de camping was, waar we toen stonden. En we gaan dus nu daar het rondje afmaken en daar de geocaches zoeken. Hier het water over. Ik weet alleen zo gauw niet meer hoe het heet. Even kijken hoor. Ik moet die kant op. Dan gaan we daar weer langs zeker, hè? Ja, hier zo langs het water. Het is nog druk hier. Duik. Goed, we hebben de overkant bereikt. Hier weer langs. We gaan hier rechtdoor ook even een geocache. We gaan even rechtdoor. We gaan hier even een geocache zoeken die niet bij het rondje hoort. Maar die ligt op het pad. Dus die nemen we gelijk even mee. Scoop. Wat is dat? Welkom. Het ziet er leeg uit. De eigenaar van dit restaurant is ook de eigenaar van de camperplek. En de camperplek zit een klein stukje verderop. Oké. Hij op de grond onder een steen, circa 5,5 meter links van de bruine deur. Niet aan de kant van het restaurant. Nog 43 meter. Dus naast het gebouw. Links van de bruine deur, zei volgens mij. Daar is de bruine deur. Vijf en een halve meter links naast de bruine deur. Heb je hem gevonden? Ja, hij heeft hem gevonden. We
naderen nu de eerste cache van het rondje dat we vandaag gaan maken. En dat zou dan hier ergens bij het hek moeten liggen, denk ik. Maar we gaan even kijken bij de hint. Hij zegt nog 29 verderop en hij heeft geen hint. Maar vorige keer waren ze ook niet zo lastig, toch? Nee. 10 meter, 7, 3. Oh, en voor je het weet ben je er al voorbij. Hij ziet hem al staan. Het is wel erg prettig als ze gemakkelijk te vinden zijn, hè? Ik zeg, het is wel erg prettig als ze een beetje gemakkelijk te vinden zijn. Hij kwam houtje, dat is een klompje. Oh, met een klompje. Nou, we hebben hem weer. Ik had er ook weer eentje. Ja, ik heb het. Het is zwaarlichterdag vandaag. Ja, het zwaarlichterdag. Net ook al, nu weer. En soms moet je er iets voor over hebben om een kist te vinden. Marcel is hier. Via dit paadje daar tussen de grote brandnetels door het bosje ingelopen, want daar moet er dan een liggen. En het is dan wel een uitdaging om hem te vinden. 9 van de 10 keer vindt hij ze ook. Dus hij zal er zo wel weer uitkomen. Hij heeft dit keer zelf de stempel meegenomen, dus hij hoeft niet per se helemaal weer terug te lopen en dan weer de bosje in om hem terug te leggen. En als het een heel erg leuke is, dan maakt hij er altijd een foto van en dan kan ik hem ook zien. En daar is hij weer. Heb je hem gevonden? Ja. Mooi. Zat er niks in? Nee, een insectenhotel. Oh, een insectenhotel. Ja. Dus ik heb er een foto van gedaan. Oh, dat zei ik net al. Dat je er altijd wel een foto van maakt als die erg leuk is. Dan kan ik hem ook zien. En dan kan je hem hier ook even laten zien. Oh ja. Ja, dat is wel te zien. Wel grappig. Ja. Zijn er toch een heleboel die er een hoop werk van maken. Oké, we gaan weer naar de volgende. We gaan zo leeg gaan ploegen. Nou, dan zal het wel weer 7. Achter de boom zijn. Ja, zie je hem al? En zo gemakkelijk kan je ze vinden. En daar gaat hij weer. De hint was dit keer tweet tweet. Wat zal dat zijn? Een vogelhuisje. Je ziet hem hier vanaf de weg. Als je het weet, zie je hem al hangen hoor. En er zit dit keer een bakje in. Wat zit er allemaal in? Kan je dat even laten zien? Een typemachine. Poppetje voor de speeltjes, speeltjes voor de kinderen. Voor de kinderen. Nou, ik heb ook nog wat bij me, dus volgens mij heb ik nog een leuk kettingje met een chihuahua eraan. Heb ik die alle twee al weggedaan? Ik heb geen idee, ik heb er nog hier. Nou, ik heb er nog één. Ja, dan kan die erbij. Dan doe ik die erbij.
Laten we maar even zien. Kun je hem zien? Nee, we gaan hem er wel even uit via deze. Nou, kijk. Is toch leuk? Ja, dat is een leuk kettingje. Kijk, leuk kettingje, leuk chihuahua eraan. Altijd leuk voor als de kindjes mee zijn. Dus die gaat ook in het bakje. Logrolletje erbij. Ja, en dan kan je het weer terugleggen. En dit vinden wij dus gewoon leuk om te doen. Even een kleine tussenstop. Proef de tuin, thee schenkerij en streekwinkel, maar ook een mooie locatie. Met een mooie tuin. En er zijn ook wat wandelroutes. Er staat niet helemaal bij hoe lang ze zijn. De fietsroute is terug nog. De tempelroute en de houthakkersroute. De tuin is mooi aangelegd. Proef de tuin 300 meter doorrijden. Even een klein stukje van de omgeving. Veel boerenland. Maar het is hier heerlijk fietsen, toch? Het hoogteverschil tussen het water en het grasland erachter. Aan de rechterkant allemaal de kwekerij. Leuke omgeving, Boskoop. En dan kom je dit tegen onderweg. Hoe schattig. En daar ook nog één. Even kijken, waar is die? Daar. Ja, daar nog één. Mijn baby's. Kijk, wat leuk. Zo schattig. Mooi hè, al die koeien. Ja, die meerkoetjes wel, ja. Lekker eten. Leuk. Even rust, even tijd voor een bakje. Het is droog weer. Ik heb zin in een kopje koffie. En even twee tellen los te zitten. Leuk plekje. Check de hotel. Geloof dat het hotel. We zijn aangekomen bij de volgende. En zo te zien ligt hij weer in het bos. In het bos? Dus jij mag hem weer gaan zoeken. Ik was er al bang voor. Ja, je was er al bang voor. Ja. En waarom ga ik nou nooit mee? Ja, dat snap ik ook niet. Nee, ja, ik ben niet zo wild van beestjes. Ik heb eigenlijk een vreselijke hekel aan allerlei kleine beestjes. Nou, ik hoor hem al rommelen. Weer een bakje. En weer tweet tweet. Weer tweet tweet. Oh, mijn tasje lag nog achterop, dus dat is handig. Ja, blij dat ik niet kwijt ben, zo hard.
Nou. En ook weer hier leuke dingetjes voor de kinderen. Leuke dingetjes voor de kinderen? Ja. Oh. Nou, doe er maar een hoodie in dan, want ik heb geen... Stikkertjes? Ja, je kunt niet overal wat in doen. Ik heb geen dingetjes meer ook. Dus. Ja, ik die en jij die. Ik kan wel even laten zien wat erop staat. Ja, dan plaats het eventjes dichtbij. Dat zijn woodies, die verzamelen mensen. Zal ik hem even omdraaien en hou ik mijn vinger een klein beetje op dat nummer, want... Zo. Oh. Kijk, camper, het logo. En daaronder staat een trekkerbol. Nummertje. Nummertje. En het rolletje weer. En weer het bos in. Het is lekker rustig hier. Mooi fietsen. Je ruikt het boerenland hier. Ik weet niet wat ik allemaal ruik, maar ik ruik van alles. We zijn weer bij de brug aangekomen, wat betekent dat het rondje erop zit. We gaan nu weer terug naar de auto. Maar volgens mij wil Marcel eerst nog even kijken of we nog een ijsje kunnen scoren. Ik weet niet precies waar hij dat wil doen, maar... Ja, vind ik ook. Waar ga je nou naartoe? Nee, hij zit aan de andere kant van het water. Geen ijs hier. Dus moeten we terug en de brug over. De ijssalon hebben we gevonden. Ik heb hem gevonden. Ja, jij hebt hem gevonden. Ik wist nog waar het was. Ja, ik ook, maar ik zat aan de andere kant. Ja, jij zat aan de verkeerde kant van het water. Maar dit zijn de ijsjes en we gaan het ons lekker laten smaken. Verdiend. Verdiend.